Het Rode Kruis Ziekenhuis reikte op 15 november jongstleden voor de derde keer de Krijsprijs uit sinds de start in 2010. Deze prijs wordt uitgereikt om het onderzoek naar brandwonden te stimuleren. Dr. Robert Krijs was zelf ook aanwezig. De Krijsprijs is naar u vernoemd. Eigenlijk omdat u altijd al bezig bent geweest met brandwondenzorg. Hè? Uw hele leven eigenlijk al. Ja, in de tijd dat de brandwonden eigenlijk vol in ontwikkeling kwamen, heeft Beverwijk, ja, zowel nationaal als internationaal, er een hele belangrijke rol in gespeeld. Die periode heb ik meegemaakt. Dat laat natuurlijk in het ziekenhuis ook indruk achter. En bij mijn afscheid heeft het ziekenhuis gemeend en de medische staf ook. Dat is waar we nu voor zijn, die Krijsprijs, is een initiatief van het ziekenhuis en de medische staf om aandacht aan die periode te geven. En wat je nu ziet, de grote uitdaging die nu eigenlijk is in de brandwondenwereld, dat is niet zozeer de overleving, maar dat is de kwaliteit van het litteken. En daar zie je nu dat het onderzoeksaspect ook verschoven is van overleving naar kwaliteit van leven. We doen deze prijs nu voor de derde keer. Onlangs besloten dat we het tweejaarlijks doen. En ik heb heel goed nieuws voor de drie genomineerden die hier nu voor mij zitten en waar ik zo direct nog wat meer over zal zeggen. Want wat we ook hebben besloten onlangs is dat we niet alleen de eerste prijs, maar ook de tweede en de derde zullen honoreren met een geldbedrag. We hebben een soort scoringslijst die we maken. We kijken naar kwaliteit, we kijken naar de relevantie voor de kliniek, we kijken naar actualiteit, we kijken naar innovatieve karakter van het geheel en we kijken ook of het geheel nog wel een aanleiding is voor vervolgonderzoek. Dat zijn de vijf criteria waarop we scoren. Daarbij zal de jury eigenlijk opletten op de stijl van presenteren, op de bondigheid van presenteren en, wat Jeroen zei, op de begrijpelijkheid ook voor een niet in de brandwondenzorg ingewijd publiek. En in de wetenschappelijke wereld kan je onderzoek doen om iets te bewijzen en je hebt verschillende soorten onderzoek met elk een eigen bewijslast. En die kan je eigenlijk samenvatten in de piramide van bewijs. Die heb ik hier staan, waarbij de basis eigenlijk relatief weinig bewijs oplevert. En hoe hoger je komt, hoe meer bewijs zo'n studie oplevert. Als we dan kijken naar de bovenste twee, dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Dat zijn de randomized control trials, of RCT's, en de systematic reviews. Het in kaart brengen van pijn is belangrijk, omdat pijn kan leiden tot veel ongewenste gevolgen. Ik noem er een paar, maar er zijn er veel meer. Zo verslechtert pijn het dagelijks functioneren en zelfzorg. Daardoor wordt de zorgvraag hoger en de lichtduur langer. Daarnaast kan pijn de wondgenezing vertragen. Pijn kan ook leiden tot angst, delier, posttraumatisch stress en neuropathische pijn. Er lijkt dus een noodzaak te zijn om te streven naar optimale pijnbehandeling. Nou, ik zal twee studies belichten. Allereerst de experimentele skin stretch studie, waarbij ik heb gekeken buiten de patiënt naar wat huidoprekking doet. En dan met name gefocust op het collageen, de bindweefselstructuur. De tweede is een klinische studie. Die heeft gelopen over alle drie de brandwondencentra in Nederland. Een RCT op de piramide van Kees, de tweede. Geen systematic review, maar wellicht kan het u toch interesseren waar ik als tweede verder op in zal gaan. Het is dus altijd moeilijk voor een jury, maar er moet een uitslag komen. En de uitslag is als volgt. Op de derde plaats is geëindigd Kees Hogewerf. Kees, wil jij naar voren komen? En professor Krijs zal zelf de certificaten uitreiken. De tweede prijs is dit jaar gewonnen door Alet de Jong. Alet. Een belangrijk onderzoek met consequenties voor de kwaliteit van behandeling in de kliniek. En voor jou het certificaat, de foto. Paulien heeft een hele duidelijke voordracht gehouden. Uit het hoofd, naar het publiek kijkend. Duidelijk geïllustreerd aan dia's en ook daarmee begrijpelijk voor een groot publiek. En dat zijn allemaal criteria waarnaar we hebben gekeken
Paulien, je bent ooit eens een keertje eerder genomineerd geweest. Toen ben je niet met de prijs weggegaan. Dat is niet de reden dat je hem nu krijgt. Je krijgt hem nu omdat we als jury eigenlijk erover eens zijn dat jij dit jaar in aanmerking komt voor de prijs. Van harte gefeliciteerd. Paulien, gefeliciteerd. Hoe voel je je? Ja, ik ben heel erg blij en ik was ook heel erg verbaasd eigenlijk. Maar ik vind het hartstikke leuk, ja. En wat ga je met geld doen? Ik denk dat ik in ieder geval een heel groot deel aan de vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland zal geven. Mijn oude werkgever toen ik mijn promotieonderzoek deed. En ja, die focussen eigenlijk op onderzoek naar brandwonden, brandwondenlittekens. En ik hoop daar uiteindelijk ook weer iets met plastische correcties naar brandwonden in te kunnen gaan onderzoeken. Is er nog een lange weg te gaan, denk je? Dat denk ik wel. Want er zijn nog heel veel mensen met functionele problemen, maar ook pijnlijk of jeukende littekens na brandwonden. Wat betreft het onderzoek wat ik heb gepresenteerd, zijn een aantal data heel duidelijk. Dus ja, kan je nu wel een conclusie trekken. Maar er zijn nog wel heel veel andere problemen die op een andere manier aangepakt moeten worden met brandwonden littekens. Dus daar valt nog veel te verbeteren.